naarmate de wedstrijd vorderde, ging ik wel een stukje beter. Ja, ik had een hele slechte start. En, was even inhouden, anders laag op de grond. En, ja, dan mis je gewoon in één keer 10, 15 plaatsen. Maar ja, dat was van tevoren wel ingecalculeerd, want je staat gewoon op de vierde rij. Dus het is gewoon afwachten wat er voor je gebeurt. Maar ja, dan is het gewoon de kunst om rustig te blijven. En, ja, je eigen cross te rijden. Mooie prestatie. Ah, misschien ging dat goed. Ik kon nog opschuiven tot de 15e plaats. Misschien als je de volgende keer iets verder naar voren staat, dat je 12e, 13e kunt rijden. Maar. Ja, momenteel worden de punten wekelijks opgeteld. Dat betekent dat jij in ieder geval de volgende keer een stuk verder naar voren staat. Ja, dat hoop ik wel. Ja, ik weet niet, wat de rest gedaan heeft. Ik weet niet wat de rest gedaan heeft, dus we zullen het zien. Maar je kunt niet meer doen dan gewoon iedere week cross rijden en je best doen. En, nou, als je daarmee verder naar voren komt, dan is het enorm. Ja, maar dat doe je toch heel goed op het moment? Ja, 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 dat verloopt heel goed. En, hopelijk staan we binnenkort in de top 15. Nou, die morgen zijn zeker wel aanwezig. Ja, 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 dan ligt het verschieten. Maar je kunt jezelf daar wel druk over maken en iedere week gestrest aan de start komen. Alle posities vandaag worden bijzonder. Nee, zolang je gewoon iedere week cross rijdt, het gaat voor het moment goed. En, zolang je iedere week cross rijdt, dan kom je vanzelf in de top 50. Nou, succes van de komende wedstrijd, ja, en we gaan jou terugzien. Ja, daar kijk ik wel van uit. Ja, absoluut. Dat is goed, bedankt.